Oh. Oh, nee! Ik ben vandaag voor 100 aarden en 100 banen dierenartsassistent. Samen met Madelon. Ja. Hey, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag assisteren bij een operatie. Jij mag steriel staan. En je krijgt ook een opdracht. Jij mag aan het eind van de dag een röntgenfoto maken. En voor de rest gaan we vooral veel knuffelen met dieren. Ja, dit is spreekkamer 1. Ja. En hier bereiden we de dieren voor. Hi, ik ben Anneke. Goedemorgen. Hey, en wat gaan we dadelijk voor operatie doen? We gaan een konijntje kastreren. Ja, dat is voor ons ook altijd een Hij heet Boer. Boerkonijn. Ja. Sommige dieren zijn er dan ook niet heel erg happy van als je ze gaat aaien. Omdat ze natuurlijk gestrest kunnen raken. 1,32. Nou, precies wat er van mij af moet deze maand. Dan mag je hem op zijn rug hier neerleggen. Dus ik ga nu een zus of maskertje op doen? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Die plaats je over de neus en de mond. Ja, dit is de operatie muts en mondkapje. Dat is om te zorgen dat onze haren en onze bacillen niet in de mond komen. En dan gaat het beginnen. Toen ik vroeger klein was, ging ik veel naar de varkensboerderij van kennissen van ons. En daar begon eigenlijk de liefde voor dieren al. Ik ga heel erg met veel plezier naar mijn werk. Ja. Natuurlijk zijn mindere dagen. Als je het dier niet beter krijgt, is het natuurlijk altijd vervelend. Maar de liefde die je dan weer terugkrijgt voor dieren die je wel kan redden, is gewoon zoveel groter. Ja. Ik had de laatste eentje en het was een breuk van een kat. Het was een hele dure operatie, maar ik had wel echt zoiets als die vrouw het niet doet. Dan wil ik het ook nog wel overwegen om te doen. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Je moet natuurlijk wel afstand houden, anders heb je zelf een dierentuin. Nou, volgens mij vind je het wel prima, hè? Ja, dit is inderdaad wel een stuk leuker. Ja, hè? Dit is meer een lol hebben gewoon. Ja, precies. Ja. En wat moet je nou precies kunnen om hier als assistent te zijn? Nou, in principe moet je stressbestendig zijn. Je moet ook wel een beetje tegen bloed kunnen. Je moet het belangrijkste een dierenvriend zijn. Ja. Empathie naar de eigenaar. Ja, je moet ook wel mensen met zijn. Ja. Waar moet ook nog shampoo? Ja, ik overal. Nou, we gaan nu de röntgenfoto maken. Dus ik ga hem maken, geloof ik. Jij mag hem maken. Dus we gaan een schort aandoen ter bescherming van onszelf. Ja. Ja. En een pet. Dit is zonneklep was. Dit is Julius. Mogelijk heeft hij een gebroken poot. Dus we gaan even een foto maken van de poot. Dat mag jij doen. Ja, ik vind het heel eng. Ja? Oké. Ik zie het al. Je denkt dat je een slang bent. Mag ik hem gewoon neerzetten, ja? Okay. Je kan eigenlijk niet buigen. Nee, je kan helemaal niks. Er zit echt lood in, dus in die zin is het natuurlijk ook veilig, is de bedoeling. En wat we dan willen is dat we het pootje op de camera doen. Oké, gaan we nu de foto maken. Dit is de breuk. Het hoort nou ook mooi recht te lopen en het is echt omgeslagen. Ja, in principe wordt het geopereerd. Zo'n dier zouden wij doorsturen naar de orthopeed. Maar ik vond het wel super cool dat ik een keer een röntgenfoto mocht maken. Ja. Ja, helemaal in pak. Ja. En dan gaan we die opsturen, gaan we de orthopeed hebben. Ja, gaan we doen. Yes? Ja. Bedankt voor vandaag. Ja, graag gedaan. Vond je dat ik het goed deed? Eigenlijk wel. Ja, je zou hier kunnen komen werken. Nee, ik wil hier ook wel komen werken eigenlijk. Ik moet eerst even naar de logopedist.